En een break in de 11e game. Een derde break dus van Dokic. Het is 6-5 nu. En Dokic serveert opnieuw voor de eerste set. Ja, mooi opgebouwde rally. Goed, enigszins voorzichtig gespeeld, maar de bal wel diep houdend. 0-15. It's out, roept Petrova. Ik denk dat ze gelijk heeft. De bal leek zelfs vanuit deze positie uit te zijn. Maar het punt gaat naar Dokic. Nou, die was een meter uit, dus dat wordt wel gezien. 15-30. Kans voor Petrova om de tiebreak af te dwingen. Eerste puntje naar Petrova. Weer een dubieuze service trouwens. Het is toch een lastige positie waarin Dokic zich bevindt. Twee keer serveerde ze voor de set, twee keer verloor haar opslag. Two. 2-1 Dokic. En 3-1. Oh nee, 2-2. Neem me niet kwalijk. Want ook er stond een puntje voor. Nadia Petrova, die ook nog een tijd lang in Nederland getraind heeft. Als ik het goed heb. Tenminste. Ik dacht bij Ad Luttighuis. Dit is slordig van Dokic. Het was een betrekkelijk makkelijk punt voor haar om te scoren. Real.
Overigens is de huidige coach van Nadia Petrova natuurlijk ook een Nederlander, Glenn Schaap. Spannende tiebreak. Nadia Petrova komt uit een goed sportgeslacht. Haar vader was een hamergooier en een topper in zijn sport. Vader Victor en zijn moeder won zelfs nog brons bij de Olympische Spelen van Montreal, 76, op het onderdeel 400 meter. Vandaar dat het zo'n goede atleet is. Misschien geen toptalent als het gaat om het spelletje zelf. Maar je komt met een goede instelling en een goede conditie, kom je ook heel erg ver. Oh, dit was toch weer een zeer matige rally van Dokic. Vooral de bal die zij op haar backhand kreeg, die had ze, omdat die half court kwam en een beetje hoog, zomaar voor het wegleggen. Nee, dat is niet best van Dokic. 5-4, Petrova. Petrova op setpoint. Dit is het eerste setpoint van de partij. Tiebreak gaat met 7-5 naar Nadia Petrova, de Russin, die een aardige uitgangspositie heeft voor de rest van de partij. We gaan even kort pauzeren, komen dan terug in de tweede set. Tot zo. Tweede set, Dokic na drie kwartier set achter. Ze maakt een ontstemde indruk en dan zeg ik het toch netjes. Thank you.
Frans. Nog iets op 1-0. Ze moeten een goede set spelen. Ze moeten ook, wat ik al eerder zei, ze moeten het foutenpercentage omlaag halen. Dan heeft ze, mijn zin is toch nog steeds een hele goede kans om te winnen van Petrova. Ja, de instelling van die Russin is goed hoor. Snoeiharde prima ace van Petrova. Prachtig geplaatst ook. Oh, fraai gedaan zeg. De heerlijke vlakke slagen van Dokkies tegenover dat topspingeweld van Petrova. Dat doet ze toch goed hoor, die kleine Joegoslavische. Ik moet altijd de neiging onderdrukken om te zeggen de kleine Australische. Ze is niet eens zo klein trouwens. Nou. Ook hierbij kun je een vraagteken plaatsen. En dat doet dan ook Dokkies. Een levensgroot vraagteken zelfs. Maar het punt in de game gaat naar Dokkies. Goed kijken. Het is allemaal heel onhelder. Second. 14-15.
14. Nee, gebrek aan concentratie op dit moment bij Tokic. Een wonderkind natuurlijk met haar kwartfinale op Wimbledon in 1999. Haar halve finale vorig jaar. En haar eerste titel dit jaar in Rome. Geweldig mooi punt daar, maar toch ook de aarzeling bij Tokic. Nog eens goed kijken als er een herhaling komt. Of ze hem had kunnen hebben of niet. Of dat ze hem laat lopen. Nee, ze konden hem niet halen. Liet hem dus lopen, terecht. Oh. Advantage, Petro. Dit is natuurlijk duur als ze hier gebroken wordt, want dan is Petrova weliswaar nog niet bij de winst, maar ze komt wel in de buurt van de partijwinst met een break voor. Slappe opslag. Ja, dit geeft ze toch wel uit handen hoor, althans deze game. Het is nog geen beslissing zoals ik net zei, maar het ziet er goed uit voor Petrova. 2-1, tweede set. Terug in Toronto. Het is 4-3 op dit moment in de tweede set. We hebben een flinke sprong gemaakt. Wat heeft u gemist? U heeft geen break gemist, wel een break kans voor Jelena Tokic bij 2-1. Toen had ze 2-2 kunnen maken, maar ze miste een opgelegde kans. Er staat nu 4-3 voor Petrova, die serveert. Is twee games weg van de overwinning. Misschien nu een kans voor Tokic. Misschien wel haar laatste kans. 4-3, 40 gelijk. Oh, prachtig. Ja, dit zijn de momenten die Tokic over het dode punt heen kunnen helpen. Geweldige bal daar van de Joegoslavische.
nog eens even die instinctieve reactie. Kijk hoe goed dat is. Breekkans en de break. 4-4. Omdat de Canadese regie nog wat bezig was met de herhaling, konden we dat punt, althans de opbouw van het punt, niet zien. Dat is jammer, maar goed. De break is daar. Oh nee. Gemiste kans daar. Het is wel een goede partij, zeker voor een eerste ronde. Wordt goed getennist. Het lijkt toch wel of Petrova wat vermoeid begint te worden. Ze loopt wat moeizamer. Oeh, dat is toch ook link om die om dat racket zo op de grond te smijten. Want voor hetzelfde geld hou je er een bloedneus aan over. 40-30. Het is 40-30 voor Dokic. Kwaaie reactie van Petrova volgde daarop. Ja, immers zo dicht bij de overwinning. Dan begint het spel weer helemaal opnieuw. Uit. Dokic 5-4. We gaan even kort pauzeren. We komen dan weer terug in deze partij. Hier in Toronto. Eerste ronde. Tot zo. Vijf hier voor Jelena Dokic, maar Petrova serveert. Tweede set. Nu kijk naar de eerste ronde van het toernooi van Toronto. De Rogers TNT. Oh nee, AT&T Cup. TNT is meer, dacht ik, golf in Noordwijk. Fifteen,
Kurt, joh. Toch altijd 2 punten weg van de setverlies nu. Petrova op 5-5. Meisje met karakter, hoor. Maar ik moet zeggen, dat geldt ook voor Dokic. Heeft wat moeizame momenten gehad een paar jaar geleden, maar het is een mentaal sterke meid geworden. Left. Second. Hoi. Dubbele fout, maar nog altijd de voorsprong voor Dokic, 30-15. Net als in de eerste set, een 6-5 voorsprong voor Jelena Dokic. Toen verloor ze uiteindelijk de set met 7-6. Six games to five. Optimale concentratie bij Dokic. Is natuurlijk ook verschrikkelijk belangrijk in dit spelletje. Ze wordt gecoacht door haar vader, de iets wat beruchte Damir Dokic. Ik zeg, zijn gedrag is inderdaad vaak niet te tolereren, maar ik heb een paar keer met de man wat langer kunnen praten. Het is ook wel een intelligente, humoristische man, moet ik zeggen. Maar ja, ook wel wat gefrustreerd. En niet passend toch in de Australische cultuur. Die ogenschijnlijk buitengewoon vriendelijk is en zo, maar onderhuids, zegt hij, toch wel heel hard is. En erg afschermend. Nou ja, het gaat hier niet om Damir, maar om zijn dochter. Tweede set, 6-5 voor Jelena Dokic, maar Petrova serveert. Zij kan er nu 6-6 van maken en dan de zaak beslissen via een tweede tiebreak. Het is maar een theorie. Ja, mooi. Prima opgebouwde rally.
Love 15. Het is een te verdedigen beslissing. Uit, duidelijk. 14-15. Tijdbreak is nabij nu. Ja, de slice backhand van Petrova. Je zag het eigenlijk aankomen. Die kostte haar de kop. 14. Setwinst komt in de buurt van Dokic nu. Met dank aan Petrova. Net. Petrova opnieuw op gamepoint, opnieuw voor 6-6. Lastige service. Maar ze doet er helemaal niks mee. Mag allemaal niet voor de Russin. Spijtig voor haar, maar ze breekt er maar niet doorheen. Maar goed, het setpoint voor Dokic is nog steeds ver weg. Hoewel, één punt maar. Oh,
Ze had hem toch al 3 keer in de clip moeten hebben, maar het gebeurt niet. Ja, het bekende cliché van vrouwen Fortuna die aan de verkeerde kant zit. Dus op de schouder van Dokies op dit moment. Dat cliché spreekt inderdaad nu in het nadeel van Petrova. Oh, dit is setpoint voor Dokic. En als Petrova hier niet op 6-6 komt, dan mag en moet ze zichzelf echt aanrekenen. Want ze had hier al 3 keer het punt kunnen maken. Uit, opnieuw Juice. Voor de, wat is het, 5e, 6e keer. Geweldig punt van Dokic. Hij komt terug, dat wel. Maar ja, die had ik zelf ook nog gescoord. Prachtig gedaan van Dokic hoor. Opnieuw setpoint voor de Joegoslavische. In een geweldige game. Advantage, Dokic. We beleven hier dus een beslissende derde set. En dat mag je, gezien het verloop van het laatste deel van deze set, toch wel degelijk een verrassing noemen. Petrova boos, maar ze moet wel naar de derde set. 7 games to 5. Misschien is de boosheid een beetje gezakt bij Petrova. En ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp haar boosheid niet helemaal. Er was wel eens een foute call of een dubieuze call, maar dat heeft Dokic ook gehad. Het heeft haar zeker de partij niet gekost. Ze had alle mogelijkheden om op 6-6 te komen in de tweede set. En dan via de tiebreak de partij te winnen. Ze heeft het niet gedaan. Dan ben ik heel benieuwd of ze het conditioneel volhoudt. Dokic leek me fitter in de tweede set. Goed geconcentreerd. Goede game van Dokic vooralsnog. Game Dokic. First game, final set. Voy a decirle.
you. Ja, ze moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Dat is toch altijd lastig. Als je positie zo gunstig is geweest. Ze won de eerste set. Leidde met een break in de tweede. Ze maakt nu veel fouten op rij. Twee kansen op een 2-0 voorsprong voor Dokic. Verbaast me niet, zeg ik u heel eerlijk. Leads 2 games to 0. Ja, het gaat nu hard hoor. Ze gaat er op en erover, dat is duidelijk. Dus. Misschien heeft Petrova nu kansen. Maar niet zo. Yes.
News. Deze score gaan we even kort pauzeren en weten we dat Petrova toch weer een kans heeft hier in Toronto. ...2-1 Dokic in de beslissende derde set. Eerste ronde van de Roger AT&T Cup in Toronto, een belangrijk toernooi uit de Sanex WTA Tour. Een evenement met een mooie bezetting. Ik heb eerder wat namen genoemd, maar als u net bent gaan kijken, zal ik het nog even doen. Ik zie op de lijst staan Capriati, Hene, Mogesmo, Monica Seles, Manda Kutser. En eerder merkte ik op dat de zusjes Williams niet meededen, maar het klopt niet helemaal, want Serena gaat toch starten in de tweede ronde tegen Iva Majoli, na een eerste vrije ronde. Dus twee Grand Slam kampioenen tegen elkaar. Love it. Thank you.
13-14. Dokkies weer naar een voorsprong, weer naar een break, 3-1 nu. Het is een rare partij, het is een rare set. Maar ja, alles is mogelijk in deze partij, dat is wel duidelijk. Ik dacht even dat Dokkies er heel hard overheen ging, maar nu weet ik het niet. De service wordt overgespeeld, ze houdt twee services. Love 15. En weer fout. Breakpoint voor 3-2. Jongens, zeg, wat serveert ze matig op dit moment. Goed. 40 gelijk. Het is en blijft wel een hele interessante partij. Eigenlijk jammer dat ze elkaar al in de eerste ronde ontmoeten. Dit had best een kwartfinale kunnen zijn. Dukes.
Advantage, Petro. Toch een game die erg doet denken aan die laatste game van de tweede set die ook zo ellenlang was. En die uiteindelijk Petrov uit de kop kostte. Maar Dokic heeft nu weer het voordeel. Ze kan er nu 4-1 van maken. En als dat gebeurt, dan kan Petrov zich voor de kop slaan. Want ze had toch kunnen breken, duidelijk zelfs. Het zal een heel harde dobber worden nu voor Petrov om terug te komen. Ze had de kans, maar greep ze niet. Het is 4-1 in de beslissende derde set hier in Toronto. Tot zo. 7-5, 4-1. Dat is de situatie gezien vanuit de positie van Jelena Dokic. Die zetten we dan voorop, want die staat voor met 4-1. Please find your seats quickly, ladies and gentlemen. Love of TK. Love of TK. 0-30. Kansen voor Dokic om de 5-1 van te maken. Tjonge, wat een voorsprong wordt dat, zeg. Kansen. Twee stuks voor Dokic. Nee, dit is toch echt een vermoeidheid die Petrova parten speelt. Tenminste, ik kan me anders geen andere reden voorstellen waarom het nu toch zo dramatisch misgaat met de Russin. Jammer voor haar, ook jammer voor haar coach, Glennie Schaap. Ja, het zijn toch weer punten die je mist en geld wat er niet verdiend wordt. Hoewel ze daarover niet te klagen heeft, want ze doet het heel goed. Love
Pop. Lafferty. Vijftien dertig. Klein beetje hoop mag Petrova nog hebben, maar de nadruk wordt gelegd op de twee woorden een klein beetje. Het zijn de drie trouwens. Dertig gelijk. 30 op. Daar is hij dan, dat inmiddels wel verwachte matchpoint van Jelena Dokic. Die gaat ongetwijfeld door naar de tweede ronde. Hier komt hij aan. De winst van Jelena Dokic met de eindstand 6-7, 7-5 en 6-1. En dan weten we dat ze in de tweede ronde Magui Serna, de Spaanse, ontmoet. Want die won met 7-5, 1-6, 6-3 van de, ook in Nederland en zeker in Apeldoorn bij de manege, bekende Gala Leon Garcia. Dokic wint 6-7, 7-5, 6-1. Groot talent hoor, deze Jelena Dokic met haar 18 jaar. Ze heeft veel concurrentie, want er is nog nooit, denk ik, zo'n talentvolle generatie geweest als nu. U kunt vanmiddag nog even kijken naar deze partij. En vanavond om 7 uur kunt u live kijken naar beelden vanuit Toronto. En dat gebeurt dan met deskundig commentaar van collega en vriendin Mariette Bakker. Hiermee gaan we deze uitzending van deze ochtend afsluiten. We wensen u nog een hele fijne dag met veel tennis. Mijn naam is Ted van der Meer. Graag tot een volgende keer. Dag.